Ken je dat? Dat je in de keuken bezig bent om iets gezonds te maken en dat het eigenlijk veel lekkerder uitpakt als wat je verwacht had. Nou, dat had ik net met mijn rode smoothie. En vandaar dat ik dacht, ik ga even gauw een videootje voor je schieten om dit recept met je te delen. Want het bijzondere van deze rode smoothie is dat ik er een rood bietje in verwerkt heb. En misschien denk je daar niet zo snel aan, maar je kunt echt een heerlijke rode smoothie maken met een rood bietje erin en die maakt het nog eens extra gezond. Wat zit er nog meer in? Ik heb er wat rode kersen uit de diepvries ingedaan en wat wilde bosbessen, maar je kunt natuurlijk meerdere andere soorten rood fruit in verwerken. Ik heb er een halve avocado in gedaan. Het is altijd goed om bij een smoothie ook wat gezonde vetten erin te doen. Een half banaantje zit erin en een heel klein scheutje appelsap. Want deze smoothie door het rode bietje moet je hem iets zoeter maken, denk ik, dan gebruikelijk. Maar dan wordt hij ook wel echt heel erg lekker. Ik zeg altijd, eet alle kleuren van de regenboog als het gaat om groente en fruit. Want alle kleuren hebben zo hun eigen nutriënten, hun eigen voedingsstoffen voor je lichaam. Maar vooral donkerrood en donkergroen, dat zijn de twee kleuren die je echt eigenlijk dagelijks op je menu zou mogen hebben. Dus een donkerrode smoothie met een bietje, opvallend lekker geworden vandaag. Ik ga ervan genieten. Ik ga lekker even buiten in het zonnetje zitten. Vind je dit leuke video's? Geef me dan een duimpje of klik even op de rode knop hier beneden en abonneer je op dit kanaal. En stay happy, stay healthy en morgen weer een nieuwe video.